Deze week ben ik influencer. Nee, nepper kan het niet worden. Laten we duidelijk zijn, ik ben geen Instagramster. Ik heb ook een tweede account gehad waarop ik heel veel bezig was met de influencer life. Voordat de influencer life eigenlijk een ding was. En daar heb ik jullie al eens over verteld in een andere video, een vorige video. En daar vertelde ik jullie ook in waarom het niet zo mijn ding was. De grootste reden hiervoor was eigenlijk omdat het steeds minder ging om mooie plaatjes maken. En steeds meer om een, ja, in mijn ogen toch wel wat neppe strategie. Waarbij eigenlijk iedereen wel influencer kon worden. Het ging er steeds meer om allemaal, ja, geheimen en trucs toe te passen. En steeds minder om echt wat je voor content maakte. In ieder geval tot je een aantal volgers hebt bereikt. En er zijn ook gevallen waar dit niet van toepassing op is, maar ik zie het gewoon al heel veel gebeuren. Nu heb ik het eigenlijk altijd afgezworen sinds ik ben gestopt met mijn tweede account. Maar op dit moment heb ik 733 volgers. En ik zou dat toch wel graag 4 cijfers willen zien staan. Dus deze week gooi ik al mijn normen en waarden overboord. En ga ik alle tricks en geheimen gebruiken die influencers gebruiken. Om te kijken of ik meer volgers krijg. Ben jij nou benieuwd of ik meer volgers krijg? Laat dan alvast een duimpje omhoog achter voor het idee. En dan gaan we nu naar dag 1. Het eerste wat een Instagrammer nodig heeft, is natuurlijk content. Dus ik ga naar Eindhoven City om wat foto's te laten maken. Ik ben in de stad en ik heb een slachtoffer gevonden om te fotograferen. Namelijk Nina! Dus we gaan meteen eerst foto maken hier. Prachtig in het zebrapad. En die foto is een beetje geïnspireerd op de foto van Rianne Meijer. Namelijk deze. Het is tijd voor fotolocatie 2 en we zijn hier in het schattige straatje. Ik hou van deze straat. We hadden eerst een andere foto-idee in gedachten, dus er komt nu een behind the scenes shot van. Kijk, Nina doet er ook echt alles aan om een goede foto te maken. Ja, ik zou daar dus bij op de weg gaan zitten, maar was niet. Het was het gewoon niet. En toen zagen we dit. En dit heeft een beetje dezelfde kleuren als mijn nieuwe trui. Dus we gaan hier even proberen. En volgens mij moet het wel leuk zijn. Hoe gaan we dan? Dus die foto is gemaakt en nu zijn we een paar meter verderop voor deze foto om die na het proberen te maken. Dus we dachten, we gaan hier staan, want dan is Nina een beetje onder mij. En dan kan ze makkelijker naar boven shootings. Hey. Moet al wel een paar leuke plekken. Zijn er even binnen als gelijk dat hier komt de kom even bij, je bent welkom. Treintje. Ik voel me net alsof we op de glijbaan zitten, zoals op de basisschool. Dit was locatie 3. We weten ook niet of er een foto bij zit. Maar goed, ik wil minimaal 3 en maximaal 4 had ik in mijn hoofd. Dus het komt goed uit. Fijn dat ik een duimpje omhoog. Dus dat komt goed uit. Doe een duimpje omhoog als je dat ook goed uit vindt komen. En we gaan nu even eten en dan maken we meteen deze foto na. Dus let's go! Is het een wat is dit? Ja, dat is gewoon de let's go. Oh, let's go. Yalla yalla. Yalla yalla? Ja, dat is Marokkaans. Of Marokkaans, dat zeggen ze in Marokko. Dan zeggen ze yalla yalla, let's go, let's go. Oké, okay. Dus we gaan. Yo. Kijk, dit is mijn eten. Dit is mijn drinken. En dit is mijn uitzicht. Want we gaan de laatste foto maken. Het zit hier best vol. Dus ik ga even niet veel met zo deze foto maken. Maar hé, deze foto hebben we ervan gemaakt. En deze foto hebben we ervan gemaakt. En deze foto hebben we ervan gemaakt. Nu heb ik al de foto's. En nu neem ik afscheid van Nina. En gaan we de eerste foto vanavond uploaden. Ik ben weer thuis en ik dacht, voordat ik vanavond mijn foto ga uploaden, moet ik toch even wat research doen naar hashtags. Het geheim van de hashtags. Hoe zet ik mijn hashtags het beste in? Nou, ik heb een website gevonden.
En daar staat de hashtags die je op de verkennenpagina brengen. Die wil ik natuurlijk, want de verkennenpagina is de tweede pagina op Instagram, waar allemaal mensen die je niet volgt verschijnen, maar die dus wel interessant voor je kunnen zijn. Dus ik ga maar eens even kijken wat ik moet doen om daarop te verschijnen. Hier staat, wil je dit continu op je meldingenscherm zien en dan allemaal mensen die je volgen? Ja, dit is wat ik wil. Hoe doe ik het? Er zijn veel geheime hashtags die ik gebruik voor meer impressies, meer interactie en meer volgers. Nou, wat zijn die hashtags? Dit is dus een formule die ze gebruikt met 15 algemene mode hashtags, 5 die specifiek over kleren gaan, 5 meer specificerende hashtags en 5 hashtags over de locatie. Dus kom je uit op 30 hashtags. Er worden gelukkig ook voorbeelden gegeven per categorie. Voorbeelden van algemene zijn hashtag RealOutfitGram, hashtag Fblogger, fashionblogger, hashtag Outfit of the Day, hashtag WIW, dat staat voor What I'm Wearing, hashtag Lookbook, hashtag Stijlblogger. En nog heel veel meer dus. Ik ga voor hashtag OOTD, Outfit of the Day, hashtag Fashion, Fashion Post, Look of the Day, IG Fashion, About the Look, What I Wore, OOTD Magazine, IG Style, Style Inspo, Fashion Blog, ik heb geen blog meer, maar sue me. Stylish, OOTD Share, Just Per Outfits en Fashion Land. Kom ik op 15 uit. Heel veel hashtags die ik zelf nooit voorbij zie komen, maar ja. Ze zeggen dat ik hiermee op de verkennpagina kom en dat is mijn doel. Nou, dan moeten er nog 15 hashtags bij. Van 5 kleding gerelateerde, dus dan ga ik voor hashtag jeans, hashtag monkey, nou, al dat. Ik zie dat ze bij specificerende hebben ze bijvoorbeeld curvy en petite. Dat zal mijn tal zijn, want ik ben al meestal tal qua kleren. En de locatie is Eindhoven, dus daar verzin ik ook al mee. Ik heb alle 30 hashtags die ik wil gaan gebruiken even opgeschreven. En dan kom ik vanavond bij jullie terug om de foto te uploaden. Het is 6:30 en dat betekent dat de foto online kan. Ik heb een caption, ik heb een paar wolkjes om mijn tekst te verbluffen. En dan heb ik mijn 30 hashtags. Het voelt heel schooierig. Ik denk sowieso dat ik ook wat van mijn huidige volgers ga verliezen door de spam. Maar ja, alles voor de challenge. Dus mijn eerste foto gaat nu online. Daar staat hij. Misschien zie je het wel. De foto is niet de beste kwaliteit. Komt dat de camera niet goed stond omdat ik een te klein kaartje bij me had. Ik dacht dat ik een groter bij me had. Bleek ook. Maar ja, dat zag ik thuis pas weer. Dus ja, ik heb allemaal nostalgische foto's met veel korrel. Maar we doen het ermee. En de eerste staat in ieder geval online. Nee, ik heb al 2 likes. Oké, ik ga de app afsluiten. En dan kijk ik niet meer tot morgen. En dan kijk ik met jullie hoeveel likes ik heb. Ik heb normaal rond de 100. Ik heb hier een gemiddelde van het aantal likes die ik heb. Dus ja, net onder de 100. Of één keer flink erboven. Scheelt heel veel. Maar rond de 100 likes. En ik ben even benieuwd of deze hashtags al genoeg doen dat ik al meer likes heb. En misschien wel volgers. Want dat is me eigenlijk beloofd. Dag 2 en ik ben klaar om te kijken wat mijn foto heeft opgeleverd op Instagram. Best wel spannend. Maar ik moet wel zeggen, die 100 likes die duren nog wel de tweede dag. Gaat het ook nog wel langzaam. Dus het kan best zijn dat ik daar nog niet ben. Ik steek mezelf vast in. Oké, ik ga gewoon klikken. Huh. 6 hartjes en 2 volgers. Oké, ik ga even naar de foto kijken dan. 94 likes. Ja, dat is dus gewoon normaal. Ik heb nog niet gekeken naar mijn volgers. Oh, ik heb dus wel 740 volgers. Dat betekent dat er 7 volgers bij zijn gekomen. En dat is me op zich beloofd, dat er volgers bij kwamen. Niet per se meer likes, maar het is wel een boeiende situatie dit. Weet je wat het ook is? Normaal zorg ik voor extra engagement en bereik door mezelf te liken en door te reageren op reacties en dat heb ik nu niet gedaan. Dus misschien dat daar het like aantal ook een beetje aan te refereren is. Oké, dus tot nu toe hebben we content gemaakt, we hebben een foto geplaatst en we hebben hashtags gebruikt om te proberen bij meer mensen op de radar te komen. Dat is op zich gelukt, ik heb meer volgers, maar er is nog niet echt een resultaat. Maar we zijn ook niet echt bij de geheime, smerige, dirty
tricks gekomen. En daar gaat nu verandering in komen. Tijd om mensen te liken en te volgen. Om ze vervolgens aan het einde van de week weer schaamteloos te ontvolgen als ze mij niet terugvolgen. Ja, dit is dus helemaal niks voor mij. Want ik volg zelf bewust 270 personen die ik ook echt ken. Of echt heel interessant vind. Zodat ik in ieder geval content krijg die me interesseert. Maar vandaag gaat er verandering in komen. Want ik ga vandaag gewoon 150 mensen volgen en kijken hoeveel mensen mij terugvolgen. Ga ik doen door naar mijn lieve Rianne Meijer te gaan. Inspiratiebron en ook gewoon een van de weinige influencers die ik heel graag volg. Omdat ze gewoon lekker gek is en niet altijd het perfecte plaatje neer wil zetten. En dan ga ik dus naar een van haar foto's. Even kijken waar ze een beetje lijkt op mijn content. Ik ga gewoon deze doen. Dan ga ik naar de likes. En dan ga ik gewoon bij de personen die haar hebben geliked, want die zijn enigszins actief. Die ga ik volgen en dan hoop ik dat ze mij uiteindelijk terugvolgen. Dat ze denken, hé, hey, die lijkt wel een beetje op Rianne Meijer. I wish. Eerste. Leuke foto heb je, Valerie. Volgen. Like. Ook like. Volgen. ...420 volgens, ja? Ik zat op 270. Ik ben kapot. Ik ben duf. Maar ik heb al wel 2 volgers bij. En ik zag ook likes binnenkomen. Dus ik krijg ook likes terug in plaats van volgers. Ik kom over een paar uur bij jullie terug om te kijken hoeveel volgers ik erbij heb. Het is inmiddels 4:15. Het is 3 uur nadat ik net heb afgesloten. En ik ga meteen eerst even mijn foto plaatsen van vandaag. Dat is deze foto. Ja, de kwaliteit is echt slecht en ik vind het echt verschrikkelijk. Maar ja, I have to post it because I want to post every day. Dus dat ga ik doen. Het was echt een vet lekkere tosti. Echt de lekkerste tosti die ik ooit heb gehad. En dan ga je naar beneden en dan heb je alle hashtags dan. Ik heb inmiddels ook heel veel likes binnengekregen. Maar maar 6 volgers erbij. Maar goed, het kan nog oplopen. Maar van nu 6 volgers erbij en in het totaal dus 13 volgers erbij sinds gisteren, eigenlijk sinds 24 uur. En morgen ben ik bij jullie terug en dan zullen we zien hoe deze foto het heeft gedaan. Zo, ik heb een kwartier tijd om een video te maken. Dus hier ben ik. Eerst even een huidige update. Ik heb op het moment 752 volgers. Nog niet wat we zoeken, maar eerlijk gezegd, ik had het niet heel veel hoge verwachtingen bij dit. Bij deze foto, het is niet de allerbeste foto. Maar ik had eigenlijk wel wat meer verwacht van al die mensen volgen. Ik heb wel 113 likes. En hij is 1 keer doorgestuurd. Maar vooral die 113 likes, die zag ik niet aankomen. En ik denk dat je daar ook wel weer een beetje bij ziet hoe nep het is. Want zo geweldig is de foto niet. Maar vandaag gaan we weer een nieuwe trick uitproberen. Misschien heb je namelijk wel eens gehoord van een Instagram bot. Het houdt in dat allemaal mensen in dezelfde groepsapp zitten. En zij liken en reageren dan op elkaars post. Nou, om helemaal in een pot te gaan zitten voor dit is een beetje overdreven. Dus ik heb een verzendlijst gemaakt met 20 vrienden erin. En die ga ik dan vragen om zo snel mogelijk te liken. Maar eerst de foto online. Omdat ik zo weinig tijd heb, heb ik hem alvast klaargezet. De caption slaat erop dat je in de achtergrond een advertentie van Spike ziet. Vond ik ook wel pech. En daaronder weer alle hashtags die horen bij deze foto. Dan ga ik hem nu delen. Here it is. Ik denk dat deze het wel goed moet gaan doen eigenlijk. Maar ik ga toch even kijken. Hier doe ik link kopiëren. En dan heb ik hier mijn verzendlijst. Dan ga ik de link inplaatsen. En ik heb hier alvast een tekstje staan met uitleg. Plak ik hier neer. En nu ga ik hem plaatsen. Het voelt zo schooierig. Maar hè? Dit is mijn Instagram pot. Het is verstuurd naar 20 mensen. Ik ga nu even door met waar ik mee bezig ben. En om 8 uur of zo vanavond, dus over 4 uur, ben ik bij jullie terug met de tussenstand. 8 uur precies en ik ben weer thuis. En ik heb Instagram bij de hand. We gaan even kijken hoe de foto het heeft gedaan. Eerst nog even naar die volgen, want ik heb daar gekeken naar de statistieken. En ik heb dus 955 accounts die mij hebben bekeken. Maar daarvan zijn dus 1036 weergaven gekomen. Waarvan 449 via de hashtags.
En ook echt al veel accounts bereikt. Dus die hashtags die hebben hier echt veel gedaan. Als je dan gaat naar mijn nieuwe, dit is dus diegene van de Instagram pot, dan zie je, nou ja, alle reacties. Dat zijn er 38 en niet iedereen van de pot heeft gereageerd. En dan zitten ook reacties tussen van mensen die dan zogenaamd een samenwerking willen. Dus dan staat er, hey, DM ons voor een samenwerking. Maar volgens mij krijg je dan alleen 20% korting, want anders zouden ze jou wel DM'en als ze echt een goed aanbod hadden. Maar 101 likes al. Nou, dat is echt zeldzaam binnen 4 uur. Dat heb ik echt, echt niet vaak. En dus 544 views via de hashtags. En dan 63% van de 876 accounts die het gezien hebben, volgden me niet. Dus ik begin nu echt de mensen te bereiken die mij niet volgen. Maar als je dan naar mijn volgers gaat, daar doet het dan weer niks voor. Dus op de een of andere manier ben ik niet interessant genoeg om te volgen. Nou weet ik dat de key eigenlijk is om interactie aan te gaan met andere mensen die ook groot willen worden. En dan gaan zij ook de interactie met jou aan. En zo krijg je volgers die bij je blijven. Morgen ga ik eens even kijken naar hoe ik meer volgers kan regelen die ook meer engagement geven. Omdat ik dan meer engagement geef. Een hele goede middag op dag 4. Ik ga jullie even een update geven van gisteren. Dit is natuurlijk de foto die ik gisteren heb geplaatst. En kijk, 142 likes en 42 reacties. Heel veel reacties zijn van mij, want ik reageer dan weer op mensen. Maar niet alle reacties zijn van mensen die in mijn pot zaten. En 758 followers, er zijn er toch weer 6 bij. Is toch weer 25 meer dan toen ik begon. Maar zo komen we niet aan de 1000. Dus ik heb besloten om heel de dag nu mensen te gaan liken en te volgen. Maar ook te gaan reageren op foto's. En dat gaat het hem doen. Dus ik ga op iedereen reageren. Wow, je ziet vet leuk uit. Of wow, vet leuk hondje, whatever. En dan denken zij, leuke persoonlijkheid mens. Die ga ik eens even volgen. Dus ik ga even naar Rianne. Naar de volgers. Kom al. Ah, wel mooi. Ah, het is wel mooi feed. The universe is not short of wake-up call. We are just quick to hit the snooze button. So true. Very, very inspiring. Handje erbij. Het is echt zo gemakkelijk dat ze die reeks hebben overmaken. Even liken en volgen. Aan alle mensen die het zich afvragen. Nee. Nepper kan het niet worden. Nou, ik ga jullie niet meenemen in alle honderden mensen waarbij ik dit ga doen. Maar kom bij jullie terug als ik klaar ben. En dan gaan we eens even zien wat het heeft gedaan. Dus het is nu 7:30 en ik heb de eerste 100 mensen die ik ging volgen, heb ik ook een reactie bij geplaatst. Maar ik merkte eigenlijk dat die mensen alleen mijn reactie liken en me niet gingen terugvolgen. Of heel veel van mijn foto's liken, maar ik moest steeds niet terugvolgen. Toen ben ik gewoon random gaan volgen. Ik volg nu 823 mensen, dus dat is nogal een verschilletje. Maar ik heb er ook volgers bij. Dit is de huidige situatie. Dit is de huidige situatie. Nou, valt mee. Als je dus heel veel mensen volgt en uiteindelijk ga je terug ontvolgen, dan volgen ze je terug. Dus ik ga dit gewoon volhouden en ik kom morgen bij jullie terug en dan zien jullie het weer. Ja, ik ben tijdelijk geblokkeerd, dus ik kan het niet volgen. Dus misschien dat het gewoon niet meer kan. Maar als ik dit nou heel veel doe, misschien komt er wel de 1000 uit. Quick update van deze foto. Die doet het echt bizar goed. Die heeft nu 178 likes. Dat komt natuurlijk ook omdat mensen die mij gaan volgen of bekijken altijd de laatste foto liken. 1845 bereikte accounts, waarvan 72% mij niet volgen. En je ziet dus ook, als je nu gaat naar mijn algemene statistieken, dan zie je dit. Ja, dan zie je dus dat die laatste foto gewoon ook echt het meest bekeken is. Maar je ziet ook een mooie trap. Dus het is echt een kwestie van alleen de hashtags toevoegen doet al iets. Hashtags toevoegen en mensen gaan liken en volgen doet al iets. Hashtags toevoegen, mensen liken en volgen van volgen. En een Instapot doet al iets. Dus ja, het doet steeds wel iets, maar nog niet heel veel. Tot ik nu dus random mensen ben gaan volgen. Dus ja, dat blijven we maar doen. En ik ben benieuwd of ik de 1000 haal. Ik kom net terug van een theatershow en ik bedenk me dat ik vergeten ben om een foto te plaatsen. Dus, dat ga ik nu nog even doen. Ik heb het eigenlijk al gedaan. Ik heb het ook opgenomen, dus ik ga het even erin nemen.
De foto is niet de beste kwaliteitsfoto, zul je ook weer zien. Maar dit is de caption. Ik sta voor een huisdeel, dus ik heb hier woning niet staan. Dan ga je naar beneden en dan heb je weer alle hashtag. En dan zien we morgen hoe die het heeft gedaan. Voordat ik jullie vanavond update, wil ik jullie even laten zien wat ik nou weer heb. Want ik keek bij mijn DM-verzoeken en ik heb ineens deze DM. Blijkbaar is mijn wanhopigheid opgevallen. Want ik, maar ook, weet ik veel, 70 andere meiden zijn in een groep gegooid. Met dus Instagram-pots waar ik het over had. Ja, ik ga dit niet doen. Ik probeer na deze week gewoon weer normaal te leven. Maar ja, wel interessant dat ik hierop ben uitgenodigd. De regels krijg je overigens automatisch toegestuurd. Die dingen zijn echt strenge regels, jongen. Als je niet op anderen reageert, dan word je gewoon uitgemikt. Zo gaat dat. Harde Instapot leven. Inmiddels is het dus 22:50. 's Avonds. En ik heb dus weer zo'n berichtje gekregen met of ik dus interesse heb in een Instapot. Het is echt een ding. Als je er eenmaal in zit, dan zit je er echt in ofzo. Want ik heb het echt nog nooit gekregen of gezien. En ineens kan ik er echt in. Ga ik niet doen hoor. Ik heb wel mijn nieuwe foto alvast geüpload. Deze. Mijn allerlaatste foto ook. Dat heb ik een uur geleden gedaan. Ik heb ook nog een aantal mensen gevraagd om te reageren. Van die pot, maar niet allemaal. Een stuk of 6. Ik heb nu 62 reacties. Ja, dat is best wel snel. Dat had ik echt aan het begin van de week niet gehad. Dus dat is best positief. Ik heb nu zelf 902 mensen die ik volg. Dat is best wel laag. Als het aan mij lag zou ik best wel hoger zitten. Maar ik word elke keer geblokkeerd. Dus ik kan steeds niet veel meer mensen volgen. Maar ik zit nu op 826 volgers. Dus dat begint er meer op te lijken. Ik heb wel... ja, de tactiek gevonden. We made it. Het is zondag 23 februari. En ik heb 1103 volgers. Heeft me wat gekost. Ik heb er 1255 mensen voor moeten volgen. Maar 300 volgers voor teruggekregen. Wat heb ik nou geleerd van dit experiment? Ik heb geleerd dat hashtags helpen om gevonden te worden. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat je foto heel veel engagement en reacties en likes heeft in het eerste uur. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door in een Instapot te gaan zitten. Ja, dat zou ik zelf nooit doen. Ik ga ook niet smeken bij vrienden om likes. Dus dat is nog een dingetje. Maar wil je dat nou? Ja, dan moet je toch gaan afspreken met mensen om elkaar te gaan liken en te reageren. Maar wat helpt nou echt het allerbest om veel volgers te krijgen? Gewoon gaan volgen. Echt het meest simpele en eigenlijk ook het meest nep wat je kunt bedenken. Volg zoveel mogelijk mensen, ontvolg ze weer en you've got followers. Je hoeft niet na te denken over reacties, je hoeft niet per se te liken. Daar heb ik allemaal echt weinig resultaat van gemerkt. Wat wel helpt is bedenken wie jou wil volgen en die mensen gaan volgen. Bij mij zijn dat vooral mannen, dus ik heb heel veel mannen gevolgd. Uiteindelijk heb ik me daarop gefocust. Want ik merkte dat zij mij het meest terugvolgden. Maar als je Instagram wil gebruiken voor ja, waar het voor bedoeld is, om foto's van je vrienden en je kennissen te krijgen en van de mensen die je boeien, ja, dan moet je dit gewoon niet doen. Want ik mis gewoon nu echt de foto's van mijn omgeving. Dat vind ik zelf heel erg jammer. Maar ik heb wel de 1000 volgers gehaald. Wat betreft tijd is het slim om het te doen ja, een paar uur voordat je een foto gaat uploaden. Want dan wordt je profiel het meest bekeken en je laatste foto is het meest geliked. Ja, dan kun je misschien toch ook wel zorgen voor wat meer engagement in dat eerste uur. Goed, dat is een beetje wat ik al uit heb gehaald. Ik dacht, ik bespreek nog even de resultaten per foto met jullie. En dan was dit het einde van het experiment. We beginnen bij deze foto op maandag. Het voelt zo lang geleden. Deze heeft nu 139 likes en 9 reacties. En 918 accounts bereikt, waarvan 38% die mij nog niet volgden. Nou, dat is niet het meeste. Maar hierbij gebruikt u ook alleen maar de hashtags. Dan de volgende, minst goede kwaliteit. Hier had ik heel veel mensen gevolgd en geliked. Heel veel is 150, ik vond nu inmiddels wel eens heel veel. Die heeft 167 hartjes. En 1450 bereikte accounts, dat is dus echt al wel meer. 60% volgde me niet. Ja, dat heeft dan toch te maken met die mensen die ik heb gevolgd, denk ik. In combinatie met de hashtags, hè. Het is allemaal ja, een soort trapje. Dan komen we aan naar deze foto, mijn persoonlijke favoriet, waarbij ik de Instapot heb gebruikt. Nou, dat had echt veel resultaat. 230 likes is gewoon een verdubbeling van wat ik normaal haal.
en 50 reacties, maar daarvan wel veel van de Instapot. 75% van de 2477 bereikte accounts volgde me niet. Wow. Dan de ene laatste, vanaf hier ging ik gewoon random mensen volgen. 140 likes, 5 reacties, maar 1349 bereikte accounts, waarvan de helft niet volgde. Ja, niet de beste foto, maar goed. En dan de laatste, ik heb mezelf ook even geliked, dat is als je weet bij de andere, maar dat had natuurlijk ook. En die heeft 279 likes. Ik had het zelf nog niet gezien. Wow. Dat is echt een nieuw record. Nice. Ik heb hier 6 mensen gebruikt om te reageren. Ik heb 24 reacties. Ik denk ongeveer de helft van mijn eigen uren uitgaan. Dus 12 reacties. 4 keer opgeslagen. En 3235 bereikte accounts, waarvan 80% nog niet volgen. Ja, dat is bizar voor uitgegaan allemaal. Nu is het eindelijk tijd om weer de mensen te ontvolgen die ik heb gevolgd. Ja, dat is eigenlijk het rotste om te doen. Maar ook het fijnste, want dan kan ik weer de mensen volgen die ik zelf wil volgen. En ben je nou benieuwd hoeveel volgers ik dan nog overhoud? Kijk dan nu op mijn Instagram om te zien hoe het ervoor staat. Dat was alles wat ik jullie kan laten zien. Heb je nog vragen, laat het weten in de reacties. Laat een duimpje omhoog achter als je deze video leuk vond. En ik zie jullie een volgende keer. Tot de volgende. Doei! De oplettende kijker heeft gezien dat ik geen zaterdag in deze video zit. Dat komt omdat ik toen alleen maar mensen heb gevolgd. Zelfs toen ik aan het carnavallen was, carnaval, heb ik toen mijn vriendinnen naar de wc gingen, zelfs ook andere mensen zitten volgen. En in de bus en overal. Ja, het heeft wel resultaat gehad.